Ik heb voor het juniorprogramma gesolliciteerd omdat de jobfuncties heel gevarieerd zijn. Ik werk zowel in de bureau in Conakry, in de hoofdstad van Guinea, als ook in het binnenland, waar ik activiteiten kan opvolgen. Het heeft mij bijzonder veel bijgebracht, als persoon, maar ook op professioneel niveau. Ik denk dat ik ontzettend gegroeid ben door voortdurend eigenlijk op grenzen te stoten en voortdurend nieuwe mensen, nieuwe organisaties, een nieuwe context tegen te komen. Moet je constant terugtoetsen op je eigen identiteit, op je eigen cultureel en referentiekader, dat je zo ontzettend groeit, dat je visie over de wereld, over andere culturen, maar ook over je eigen cultuur, volledig verandert en bijstuurt. Ik wil absoluut nog blijven verder werken in internationale samenwerking en dan het liefst ook in het buitenland. Ik denk dat het juniorprogramma een goede manier is om geïntroduceerd te worden in die internationale samenwerking. Om te netwerken, om verschillende organisaties te leren kennen, om te begrijpen hoe internationale samenwerking werkt. En daarbij krijg je als junior ook veel opportuniteiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de coach die je maandelijks of om de zoveel tijd opvolgt, waarbij dat je terecht kan met vragen, dingen die je tegenkomt in je dagelijks leven, maar ook in je professionele leven, waar dat je dan kan terugtoetsen. En dat is echt wel een bijzonder waardevol iets.